Multiple sclerose, ook wel MS genoemd, is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel. Bij MS is er sprake van een chronische ontsteking van de zogeheten myelineschede, een soort isolerende huls rondom de zenuwen. Bij het voortschrijden van MS verdwijnt deze myelineschede geleidelijk. De zenuwen worden met littekens bedekt. Door dit proces van ontsteking en littekenvorming gaat de zenuwfunctie achteruit. MS treedt op in verschillende plaatsen in de hersenen en het ruggenmerg. Er ontstaan diverse klachten en afwijkingen. Mensen met MS kunnen te maken krijgen met seksuele problemen. De patiënt kan vermoeid zijn, waardoor de zin in seks is verminderd. Sommige delen van het lichaam zijn soms ongevoelig voor aanraking, terwijl andere delen bij lichte aanraking al pijnlijk aanvoelen. Een MS-haard in de zenuwbanen die de seksuele functies regelen, kan bij mannen leiden tot een erectiestoornis. De penis wordt dan onvoldoende stijf, de zaadlozing komt moeilijk op gang of blijft helemaal weg en het orgasme is vaak minder intens. Vrouwen met MS hebben soms moeite opgewonden te raken of een orgasme te krijgen. De clitoris kan minder gevoelig of juist overgevoelig zijn en de vagina kan erg droog worden. MS zelf is niet te behandelen. Wel zijn de meeste verschijnselen van MS redelijk te behandelen met medicijnen.